jullie dat jullie weer kijken naar een nieuwe video op mijn kanaal. Ik ben Noralie en vandaag gaan we sunnycords maken. Wat zijn sunnycords? Sunnycords zijn gewoon brillenkoortjes, vertaald naar het Nederlands. En een brillenkoortje is een koortje dat je aan je bril kunt hangen, zodat je je bril niet kwijtraakt. Wat heb je ervoor nodig? Allereerst sunnycord zelf. En kralen. En natuurlijk nylondraad of sieraden ijzerdraad. Laten we maar snel beginnen. Maar voordat we beginnen, vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal en geef deze video alvast een dikke duim omhoog. Ik maak even een voice-over voor jullie, want er was heel veel muziek waardoor je mij amper hoort. Als eerste neem je ongeveer 80 centimeter van je draad, nylondraad, ijzerdraad, elastische draad, noem maar op. Dus als eerste neem je gewoon 80 centimeter en knip je dat af. Nu neem je één sunnycord eindje, want die gaan we vastmaken aan het draad. Als je een sunnycord eindje hebt genomen, neem je ook een knijpkraal. Rijg de knijpkraal door het draad en neem dan je sunnycord eindje. Rijg het sunnycord eindje door het ijzerdraad en vouw het dan dubbel. En zorg dat het uiteinde van het ijzerdraad door de knijpkraal gaat. Zo moet het er ongeveer uitzien. Knijp daarna de knijpkraal plat met een knijptang. Nu gaan we de kraaltjes erop rijgen. Neem alle kleuren kraaltjes die jij mooi vindt of die jij wilt gebruiken. En rijgen maar. Je moet zorgen dat sunnycord ongeveer 60 à 70 centimeter is. Volgens mij is de mijne 65 centimeter, dus rijg ik kralen tot die ongeveer 65 centimeter lang is. Oké, zoals je ziet ben ik helemaal klaar en ik ben even op een andere plaats gaan zitten, want buiten was er echt veel te veel lawaai, waardoor ik niet meer buiten kon zitten. Nu rijg je als laatste de knijpkraal door het ijzerdraad en neem je je sunnycord eindje. En die doe je er ook door. En dan ga je het weer zo dubbel vouwen, wat je ook op het begin deed. En rijg je, het buitenste draad door je knijpkraal, als je snapt wat ik bedoel. Nu neem je een tang en trek je het ijzerdraad aan, zodat het sunnycord goed blijft zitten. En daarna knijp je de knijpkraal plat. Zoals je kan zien blijft er altijd zo'n stukje ijzerdraad over en rijg dat stukje ijzerdraad door de eerste kraal. Neem je tang er weer bij en trek het aan. En het overige stukje knip je af met een kniptang. Tadaa! En nu is je sunnycord helemaal klaar. Dat was dit alweer de video voor vandaag. Ik hoop dat jullie het een hele leuke video vonden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video een dikke duim omhoog. En tot de volgende keer. Doei!